Aan tafel zit Tom-Jan Mees. Morgen is het de 80ste verjaardag van de Disney-klassieke Pinocchio. Ja, nou en, zou je zeggen, wat heeft politiek verslaggever van NRC daarmee te maken? Nou, de Washington Post bijvoorbeeld geeft politici een Pinocchio als liegen. Hoe groter de leugen, hoe meer Pinocchio's. Maximum 4. Maar eerst de film. Om zijn, ik citeer, grote culturele, historische en artistieke belang is de film inmiddels opgenomen in het Amerikaanse Nationale Filmregister. Go ahead, tell her. I was going to school, till I met somebody. Met somebody? Yeah, two big monsters, with big green eyes. Why, I... Monsters? Weren't you afraid? No, ma'am, but they tied me in a big sack. Ja, Pinocchio, zijn neus groeit dus als hij liegt, is in de loop der jaren het symbool geworden voor het vertellen van leugens. En daarmee ook een zeer krachtig politiek frame, een wapen. Denk bijvoorbeeld aan Geert Wilders, die Pinocchio gebruikte om Mark Rutte in de hoek te drukken. Premier Rutte, de Pinocchio van de Lage Landen. Zijn neus reikt inmiddels al tot in Athene. Voorzitter, wat een verraad. Wat een verraad aan zijn eigen kiezers. Ja, het kostte Rutte nog veel moeite om van zijn Pinocchio-imago af te komen. En ook de Amerikaanse politici zijn als de dood voor het Pinocchio-frame. De Washington Post heeft, zoals gezegd, al jaren een fact-check-rubriek waarin politici 1 tot 4 Pinocchio's kunnen krijgen. 4 Pinocchios. 4 Pinocchios, which is the worst rating possible. It gave me no fewer than 8 Pinocchios. The Pinocchios are an easy way for readers to understand our bottom line assessment of the accuracy of a claim. And we have Pinocchios that range from a Geppetto checkmark, not a Pinocchio, but that means it's factually accurate, all the way up to 4 Pinocchios, which are for whoppers. Politicians are generally terrified of the Pinocchios. A quick response. I can't let that stand. She's been given 4 Pinocchios for that as well. And they gave Schumer 4 Pinocchios. Ja, ik wist hier dus echt helemaal niks van. Jij hebt deze man volgens mij van de Washington Post die dit dus telt, of dit hem bedacht heeft, heb jij een keer geïnterviewd? Deze rubriek bestaat al heel lang. En toen ik hem interviewde, deed hij dit nog niet. Maar hij is eigenlijk, hij is... Kijk, Nederlanders zijn een beetje Calvinisten, mierenneukers. En hij heeft Nederlands bloed. Hij is een kleinzoon, dus wij klikten uitstekend. Want hij is een kleinzoon van een van de oprichters van Hoogovens. En is een grote journalist geworden in de VS. En hij had een boek geschreven over iets heel anders. En hebben we geïnterviewd, dat klinkt uitstekend. En hij doet dit nu en hij heeft een enorme reputatie. Hij is de talk of the town met zijn Pinocchio's. Ja, wij gaan ook Pinocchio's uitdelen. 6 soorten Pinocchio's. 6 soorten van politieke leugens. Van de platte leugen tot de leugen uit onwetendheid. Leugen uit zelfoverschatting. Het komt allemaal straks liegen voor de retoriek. Zullen we ze doornemen? Ja. Door jou allemaal in kaart gebracht, hè? We beginnen met de platte leugen. Ja, nou kijk. Politici die zeggen, die vinden het tegenwoordig verkeerd om gewoon een standpunt weer te geven. Die zeggen, nou, je moet dat aankleden. En dan heb je een van de dingen die ze daarvoor hebben bedacht is storytelling. Dus dan ga je in plaats van gewoon dat standpunt geven, ga je gewoon een heel mooi verhaal vertellen waarin dat standpunt is verweven. Dat doen ze dan verheven over. En zo kon het gebeuren dat Halbe Zijlstra een paar jaar geleden op een congres van de VVD een verhaal moest houden. En dan moest hij zeggen dat hij Poetin een kwal en trouwens ook een gevaarlijk serpent vindt. En in plaats van dat hij dat gewoon zei, ging hij toen vertellen dat hij wel eens op de dacha van Poetin was geweest. En toen, dat was het begin van een groot ongeluk. Want dat was niet zo. Hij was er nooit geweest. Nee. Het was volstrekt uit de duim gezogen. Ja. En later werd hij minister van Buitenlandse Zaken. Was een hele alerte journalist van de Volkskrant. Die trok dat na. En die zag dat dat niet klopte. Dwong hem na lang geaarzel tot een interview waarin hij moest toegeven dat hij daar nooit was geweest. En toen was het afgelopen met pek en veren verwijderd. Ja. We gaan weer kijken. Het blijft pijnlijk om te zien. Het doet bijna echt pijn in je ogen en je oren om te zien hoe iemand hier staat. Ja, keihard te liegen eigenlijk. Ja. Zichzelf groter maakt dan hij is. Nou ja, anyway. Gaan we maar kijken. Ik was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. Ja. Nooit meer iets van gehoord trouwens. Van, nou, hij is... Ik geloof dat hij iets in het bedrijfsleven doet. Wat hij precies doet, weet ik eigenlijk niet. Nee, dat bedoel ik. Ja. Leugen uit onwetendheid. We gaan naar de tweede vorm van liegen. Kijk,
Je hebt vaak dat ministers na... En dit ging ook over een onthulling van een op zichzelf beroemde, bekende onderzoeksjournalist, Bas Haan van Nieuwsuur. Dat ging over het bonnetje. En het was het eerste debat over het bonnetje. En toen was er nog veel onhelder. En ook bij de ambtenaren van de toenmalige minister van Justitie, Ivo Opstelten. Dus die ambtenaar zei tegen Opstelten: Ivo, jij weet niks van het bedrag. Daar moet jij niks over zeggen. Daar moet jij niet over beginnen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Als je daarover begint, ellende. Tussen haakjes, hij had een staatssecretaris, was Fred Teven, daar ging het allemaal over. En die wist al lang, dat ging om 4,7, 4,8 miljoen. Die ambtenaren die wisten dat, zeiden ze ook niet. En ze zeiden alleen maar erin, niks zeggen, niets. Maar die Kamer die voelde, daar zit iets, daar zit iets. Dus die daagde hem uit. En op het laatst, Ivo dacht, nou ja, dan geef ik een bedrag en dan neem ik er één keer dat bedrag, ben ik er vanaf. En ook dit is het begin van een enorm ongeluk geworden. Want hij later heeft hij, moest hij het... Hij noemde vervolgens het bedrag. En dat klopte niet. En toen zat hij in de prut. Daar is hij nooit meer uitgekomen. Goed, uit ontwetendheid, maar wel liegen, komt hij. Kijk, ik weet ook niet over welke miljoenen de advocaat het heeft. Ik ga uit van de feiten die ik dus heb gekregen vanuit de dossiers. 2 miljoen, waarvan dus 750.000 naar de staat gaat en de rest naar de rekening van de meneer die in het akkoord ook staat. Ja, 2000. Ja, dit was niet zijn sterkste beurt. Nee. Zeker niet. Dit was 2004. We gaan naar 2013. Leugen uit zelfoverschatting. Ja. Dit is eerlijk gezegd wel mijn favoriet. Ja? Ja. Je had in 2013 ontstond de NSA-affaire met Edward Snowden. Dat was een klokleider van de NSA, de grootste Amerikaanse inlichtingdienst. En die zei, er wordt op een enorme schaal door de NSA, Amerikaanse inlichtingdienst, worden telefoongegevens verzameld van burgers. En vervolgens ontstond de vraag, gebeurt dat in Nederland ook? Ik ben geen grote kenner van de inlichtingenwereld, maar ik had er wat mensen over gesproken en ik dacht, dat gebeurt in Nederland niet in die enorme mate, maar ook behoorlijk. En er waren ook andere journalisten die daarover stukken schreven. Dus dat werd een kwestie. En hij werd aan de Kamer geroepen. Hoe zit dat in Nederland? Ah, er is niks aan de hand. Dat doen wij niet. Zo zijn Plasterk, wij niet. Hè? Plasterk. Ja, ja. Dit was Plasterk. Ja. Zo zijn wij niet. Nou ja, daar ging een tijd overheen. En op een gegeven moment verscheen hij in Nieuwsuur. En toen had hij iets te rectificeren. En dat probeerde hij te doen door gezaghebbend nieuwe gegevens van de Amerikanen neer te leggen. En daarna is er een Kamerdebat gekomen. Ja, dat alle hoeken. Echt, want we gaan het zien, maar hoe meer wij weten, hoe leuker het is om er naar te kijken. Ja. Wat hij zegt is volkomen flauwekul. Wat hij uit zijn zak haalt, is een rectificatie van 6 maanden, wat hij daarvoor heeft gezegd, waarin hij heeft gezegd, wij doen dat niet. En dan zegt hij, het is toch wel veel. En dan blijkt eigenlijk dat het in Nederland op vergelijkbaar grote schaal gebeurt. En dan wordt hij daarna naar de Kamer geroepen. En nou ja, die Kamer, dat is allemaal heel simpel werk. Die legt dat gewoon het een tegen het andere. Wat klopt er nou? En dan af en toe, daar kwam hij nooit uit. We zien hier Ronald Plasterk die niet weet waar hij het over heeft. Nou, we zien hier Ronald Plasterk die iets... Die, nou ja, kijk naar de zin. Ja, okay. Kijk naar de zin. Ja, goed, oké. Is het een feit geworden, ook voor u nu? Ja, en ik heb zelfs nog vanavond een bericht gekregen. Ik heb hem meegenomen van de NSA. Er staat unclassified, dus dat betekent dat ik het ook mag delen. Waarin wordt gemeld dat die grote aantallen, die miljoenen telefoongesprekken, dat gaat dus, zeggen zij, om wat dan heet metadata. Dus welk nummer heeft gebeld met welk nummer. Maar door dat zo te vermelden, zeggen ze daarmee impliciet natuurlijk ook dat die getallen, die aantallen, dat geen flauwekul is. Dus wordt dat eigenlijk bevestigd. Ik hoop dat hij het zelf wel begreep. Ja, we gaan door. Liegen voor de retoriek. En dan komen we bij Geert Wilders uit. Ja, Geert Wilders is iemand die gaat achter de microfoon. Die kan heel goed spreken. Hè. Dat is echt gewoon retorisch talent. Maar wat hij heel vaak doet, is hij gaat achter de microfoon staan. Hij heeft een tekst gekregen. En dan gaat hij in de overdrive. En dat komt er altijd rollend uit. Maar ook kan het echt verschrikkelijke kletskoek worden. Zo stond hij gisteren op zichzelf voor hem een tragisch gebeurtenis, of een vervelende gebeurtenis. Dan stond hij voor de rechter opnieuw, ja, voor het hoger beroep. Dat zijn minder zaak. En dan ging hij vertellen dat het vertrouwen in de rechtspraak
in Nederland tot een dieptepunt is gedaald. Nou, wat is de werkelijkheid? Het SCP heeft een maand geleden... Die onderzoeken het vertrouwen in Nederlandse instituties elke 3 maanden... sinds, ik geloof, 2008. En het SCP heeft 3 maanden geleden vastgesteld... dat het vertrouwen in de rechtspraak is van alle Nederlandse instituties het hoogst en stijgt. Dus dat zit op 70% of 71%. Nou, kijk, hier, daar heb je het al. En 30 december was het. Ja, ja. Dus, nou, en dat is een uitstekend cijfer voor de rechtspraak. En, maar ja, die Wilders, die staat daar en die moet drama maken van het feit dat hij vervolgd wordt en dat allemaal oneerlijk is. Die zegt iets heel anders. Ja. Zelden heb ik advocaten-generaal gezien die de rechtsstaat zo beschadigen. Die zo lak hebben aan een eerlijk proces. Verblind door een haat naar mij en de PVV zorgen dit soort mensen, als die twee advocaten-generaal ervoor, dat het vertrouwen van de gewone mensen, de gewone mannen en vrouwen in Nederland, in het Openbaar Ministerie en de rechtspraak tot een dieptepunt is gedaald. Ja, 71% heeft er dus nog steeds vertrouwen in. Kletskoek. Ja. Liegen omdat het goed uitkomt. We gaan naar Marjolein Faber. En dan moeten we even kijken naar een tweet die zij eruit gooide. Hè? Ja. Ik lees het even voor. Dat is haar tweet. Oh, daar is hij. Ja. Man steekt 3 mensen neer op een gezellig terras van de 3 gezussen in Groningen. Weet u wat de media niet mag weten? De verwarde man heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk, volgens betrouwbare bron, en heeft kennelijk een hekel aan bier. Ja. Dat bleek helemaal niet waar te zijn, hè? Hier hebben collega's van het Dagblad van het Noorden en Nieuwsuur goed werk verricht. Die hebben het gewoon aangetrokken. Hoe zit dat? En dit hele verhaal dat een man met een Noord-Afrikaanse uiterlijk was, dat klopte gewoon geen moer van. Want het Openbaar Ministerie heeft laten bevestigen. Dat was een witte man van een oudere man, die was gewoon verwarde figuur. Totale kletskoek. Dat bleek allemaal, werd gepubliceerd. En in die context, dus het werd afhankelijk gepubliceerd, de Dagblad van het Noorden, Nieuwsuur was ook mee bezig en ging haar interviewen. Ging mevrouw Faber van, ja, wat... je kunt natuurlijk gewoon ook, als je nat bent gegaan, nog steeds van opvatting zijn dat de feiten niet zijn. En dat leidt toch wel tot echt hilarische beelden, vond ik zelf. Ja, we gaan kijken. De verwarde man heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk, volgens betrouwbare bron. En heeft kennelijk een hekel aan bier. Het eerste wat ik me afvroeg... Wat is die betrouwbare bron dan? Want ik heb dat nooit kunnen verklaren aan iemand. Ik heb dat ook nooit tegen iemand gezegd. Die tweet die u uitstuurde. Ja. Die tweet die klopt. Dat is het enige wat ik kwijt wil. Ja, we hebben het slachtoffer gesproken en getuigen. Die zeggen, autochtoon uiterlijk. U heeft niet alle slachtoffers gesproken. We hebben 1 slachtoffer gesproken. Mijn tweet klopt. Het klopt niet, zeggen getuigen. En zegt een van de slachtoffers tegen ons. Nogmaals, mijn tweet klopt. Ja. De tweet die dus niet klopt, doet een beetje denken aan Thierry Baudet eigenlijk. Hè? Ja. Vorige week zou je kunnen zeggen, die heeft alleen niet volgehouden dat de tweet klopt. Nee. Die zei, die was te ferm, et cetera. Ja. Oké. We komen nu bij de leugenbom. Daarvoor moeten we naar het buitenland. Er is er ook maar één die een leugenbom om zich heen heeft verzameld. Als het aan de Washington Post ligt, en dat is Donald Trump. Hij heeft de bodemloze Pinocchio gekregen. Dus niet eens 4 Pinocchio's, maar een nieuwe categorie. Niet in de laatste plaats, omdat de Washington Post fact-checkt. En die heeft gefactcheckt inmiddels, Tom, je moet een beetje... De getallen die zijn zo hoog, die kan ik niet bijhouden. Maar dat zit gewoon in je moet denken in termen van tientallen leugens per dag. Ja. Ze hebben er een paar achter elkaar gezet. Allemaal dingen die dus nagegaan zijn en volstrekt onjuist zijn. It's said now that our economy is the strongest it's ever been in the history of our country. We need the wall. We've started building the wall. The head of US Steel called me the other day and he said... We're opening up 6 major facilities. $450 billion worth of things ordered from a very rich country, Saudi Arabia. There's no Russia. It was all made up by the Democrats. But the Mexican border is very unprotected by our laws. We have horrible, horrible and very unsafe laws in the United States. Ja, je zou tot slot kunnen zeggen dat als je heel veel liegt, wil dat niet zeggen dat je daar voortdurend voor gestraft wordt. Zie Trump. Nou, het is ook zo, kijk... Ons wordt geleerd vooral niet te liegen, zegt de waarheid. Ja. En in de politiek blijkt het heel winstgevend te zijn om heel veel te liegen. Maar kijk, in Nederland is Amerika niet. Dus het is natuurlijk wel zo in Nederland gebeurd deze week met Baudet. En dat was toch interessant. Dan komt hij een aantal dagen onder druk te staan. Dat heeft hij wel nodig, blijkbaar. Het is niet zo dat als je ontdekt dat het kletskoek is, dat hij dan meteen zegt, oh, sorry, ik moet het even rechtzetten. Nee, dat duurt er even overheen. En dan worden de bewijzen op tafel en ontkenningen van de NS, et cetera. Maar dan is het in onze politieke cultuur gelukkig nog wel zo... dat iemand, ook Baudet, die eigenlijk gewoon een enorme hekel aan excuses heeft... of aan het rechtzetten van iets,
het toch moet rechtzetten. En dat is in zekere zin een opbeurend teken. Wordt u hier nooit moedeloos van? Omdat je denkt van, Jezus, dat gelieg achter elkaar. Of is het juist de keer ook omdat daarvoor omhoog te krijgen? Nee, maar ik vind politiek eigenlijk een fascinerende wereld. En het is natuurlijk ook weer niet zo, kijk, waar ligt er nu de leugen uit? Maar de meeste mensen hebben oprechte bedoelingen en de meeste mensen leugen. Daarom is het natuurlijk ook een onderwerp. Ja. Het valt nog steeds op, gelukkig. Ja. In Amerika valt het niet meer op, dat is veel zorgelijker. Ik miste Tara Singh Farma in dat rijtje. Ja, dat was overigens wel... die had er uitstekend tussen gekund. Dat was wel van lange geleden, wel, maar het is waar. Ja. Die kon met Femke Halsema, met die foto, dat ze de zieke Tara Singh Farma voorduwde. Waarna later bleek dat ze helemaal nooit ziek was geweest. Hoe zou u dat? Dat is de leugen om de... Wat voor categorie hebben we het dan over? Ja, maar wat was haar verhaal? Zij stond onder druk of zo en toen werd ze ziek. Waarom? Tom-Jan, niet mij aankijken. Ja, jij bent Haagse verslaggever met het geheugen. Ja, ook een ander voorbeeld. Volgens mij Timmermans, die toen beweerde allerlei details naar voren bracht. Die gaan we het straks over hebben. Eindigen, want wij gaan met Bartje Bot praten. Ik vond het leuk dat je er was, Tom-Jan. Dank je wel.